Doordat er veel nieuwe projecten ontstaan en veel gebieden tot ontwikkeling worden gebracht, is het noodzakelijk dat er meer busroutes komen. Dit zegt transportminister Albert Jubitana. Hij stond de media vandaag te woord voor de Raad van Ministers. Het traject van IDB, we zijn nu bezig met IDB voor Groot Paramaribo en Wanica met betrekking tot het nieuwe routes uitzetten, een evaluatie van de routes, maar ook de samenleving, waar zit er een bepaalde concentratie, je hebt nieuwe wijken die ontstaan. En IDB is dus samen met alle actoren en dan noem ik alle organisaties waarmee ze aan de slag moeten gaan, ook ILACO is daarbij betrokken, dat ze eerste deel hebben ze gepresenteerd, maar wij hebben aangegeven dat vanuit het ministerie dat niet voldoende is, omdat de actoren niet voldoende betrokken waren, hebben wij gevraagd van pak dit heel breed, omdat dit gaat niet alleen om Paramaribo, maar ook Wanica en dit ga je dus moeten doortrekken naar overige districten. Jubitana zegt dat hij het resultaat van het onderzoek afwacht. Hij wil zo snel mogelijk aan de slag gaan met de veranderingen om de samenleving tegemoet te komen. Het structureren van het openbaar vervoer verdient de nodige aandacht, meent de bewindsman. Je bent Albina Marwina. Ik ben de drapen zeker vorige week. Ik ben de drapen. En het was een bedoeling SSI. Dat ook op de loop van week afweer verbinden aan de Frans-Guyana. Maar wij moeten middelen vrij krijgen, zodat wij ook de districten kunnen voorzien van een behoorlijke accommodatie. Dat is al reeds uitgezet in onze begroting 2022. En zo gauw die goedkeuring er is, kunnen we de districten weer step by step gaan renoveren. En ook voorzien van betere werkomstandigheden. U kent de situatie van ons allemaal. Het is geen stokpaardje om populair woord aan het worden, maar we komen vanuit een situatie waarbij wij dus moeten gaan opbouwen weer. En daar zijn we nu mee bezig. Minister Albert Jubitana, hij zegt verder dat het herstelplan van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij in proces is. Hij geeft aan dat de aandeelhouder haar woord heeft gegeven dat het goed zal komen met het bedrijf.